Yo, what's up guys, van Dennet en welkom terug bij Killzone Shadowfall. Ik weet niet of jullie het hebben verwacht, maar de game gaat verder. We zitten in part 19. Oh, heerlijke kill. En wat me meteen opvalt is dat we... What the fuck? Tegen men... Huh? Ik heb al verschillende comments gelezen met dat het einde heel vaag is. Maar wat me meteen opvalt is dat we nu opeens tegen onszelf vechten. Dus of we nou de hoofdcharacter zijn, of dat we Ego zijn. Kijk, dit is gewoon de Fact and Daily, die krant die pakken we heel vaak op. Maar what the fuck, we vechten dus nu tegen de soldaten, tegen de mensheid. En ik denk niet dat die Shadow Marshal zich tegen de mensheid heeft gekeerd, dus... Wat ik nu denk is dat Ego wraak neemt op de mensen en dat wij dit nu Echo bespelen. Maar dat ziet er wel heel vet uit. Welkom dus terug bij toch nog de laatste part van Killzone Shadowfall. De aftiteling is er geweest, maar toch gaan we verder. En dit gaat net goed. Holy shit. Dat kon ik net op tijd oplossen met mijn silenced gun. Echt net op tijd. Ik kon hem nog net een headshot geven. Hoe ga ik dit nou weer doen? Er zit gewoon een hele muur omheen. Ik denk dat ik gewoon doorheen ga. Zo, ja. En dan gaan we via dit gangpad. Oké. Ik ben dus heel erg benieuwd wat we gaan doen. En wie we nu dus zijn. Het is echt een mysterie. Dus ik ben benieuwd. Laten we kijken waar we heen moeten. We schakelen sowieso de beveiligingscamera's uit. We scannen de omgeving. En ik zie dat hier meerdere targets staan. Kijk, zie je, ik krijg nu ook informatie over de VSA beveiligingsagent. Het is gewoon, we zijn nu in een basis aan het infiltreren van de mensheid. Oh, what the fuck, hij heeft me door. Ja, nu is hij alsnog dood. Wow, dat was nice. Dat was echt heel vet. Oké, waar zullen we heen moeten, jongens? Ik kan gewoon onzichtbaar worden nu ook. Ik heb niet het idee dat we de normale Shadow Marshal zijn. Ik heb echt het idee dat we Ego zijn. Wow, dit scant het buitengebied. En ik zie eigenlijk meteen dat dit een multiplayer map is. Dus daarmee scan ik de camera. Waardoor ik beeld krijg van waar de enemies precies staan. Dus ik heb het idee dat we daar ook heen moeten. Maar het zal alsnog wel moeilijk worden. Ja, kijk, zie je, we moeten er sowieso heen. Controlepunt bereikt. En wat is dit mooi, zeg. Dit is heel vet gemaakt. Hoorden jullie op de achtergrond... Wow, op de achtergrond. Op de achtergrond die telecom. Je hoorde... Since Stahl is dead. Oftewel... Ze zijn toch best wel pittig. Een nieuwe... manieren aan het vinden hoe ze verder kunnen gaan zonder staal. Oké, ik ben onzichtbaar, maar moet ik hierheen? Nope, helaas. Kijk, ik mag echt niet gezien worden, maar er zijn hier zoveel mensen. Ik ben echt bang dat dit fout gaat. En ik denk dat ik het pittig veel keren moet overdoen. Tenzij we natuurlijk mazzel hebben het in één keer kunnen doen. Oh fuck, het was mis. Dat is heel zonde. Dat is heel zonde. En vooral nu ik niet meer onzichtbaar ben, denk ik dat het einde van mij is. Dit was het volledige verkeerde knopje, maar laten we hopen dat ik alsnog een explosief op hem af kan sturen. Oh, ben ik er eindelijk, ga ik dood. Lekker hoor. Godsamme, ben ik er eindelijk aangekomen met het explosiefje, ga ik dood. Nou, dat is dus poging 1. Nog een keertje. Zullen hun dus zien? Nee, het lijkt... Zien ze me nou?
Huh? What the fuck? Vanaf het moment dat ik onzichtbaar ben, zien ze me. Dat is ook heel raar. En vanaf het moment dat hun op je schieten, gaat de tijd in, zie ik nu. Oh, wow. Lekker een EMP-grenade naar mijn eigen hoofd. Doet die lekker, hoor. God, nog best wel een lastig stuk. En ik zit het echt te klooien. En trouwens, nu ik zo deze map zie, kan ik jullie wel wat info geven over mijn planning. Nu ik zo deze map zie, ja, sinds ik klaar ben met de singleplayer dan, want dit lijkt toch wel heel erg op de laatste hoofdstuk. En het klonk als de laatste hoofdstuk, maar ik bedoel natuurlijk het laatste hoofdstuk. Het lijkt er echt heel erg op. We gaan nu weer dood, moet weer opnieuw. Maar goed, ik ga even verder met mijn verhaal. Denk ik toch al dat ik echt verder ga met de multiplayer van Killzone Shadowfall. Daar wil ik natuurlijk veel meer parts van maken en veel meer mensen willen dat ook zien. Dus daar ga ik natuurlijk nog wel video's van maken. Ik ben nu vooral bezig met Ghost en natuurlijk bepaalde singleplayers. We zijn ook nog steeds bezig met Assassin's Creed 4. Dus het wordt allemaal leuk. Dan heb ik in ieder geval mijn eerste PS4 game al helemaal afgerond. Hoe vet is dat? Jullie zien dat ik telkens een nieuwe tactiek probeer. Ik weet gewoon niet waar ik heen moet. Ik probeer de mensen ook gewoon zoveel mogelijk te ontwijken, want van heel dichtbij, dan zien ze me, denk ik. Oh jee, wat hoor ik? Heb hij me nou weer gezien? Dat meen je niet. Oh nee. En hij heeft me gezien. Gaan we weer hoor, jongens. We zijn in ieder geval een stuk verder, maar ik wilde eigenlijk gewoon ongezien dit hele stuk uitvoeren. Dus heel soepeltjes gaat het niet. Dat sowieso niet. Waar moet ik zijn? Ik denk bij het witte vierkantje daar. Dat witte puntje. Ziet hij me nou gewoon of ziet hij me niet? Nee, hij ziet me niet. Maar dat is wel heel nice dat hij me niet ziet. Alleen één probleem. Er zijn er wel heel veel hier. En sowieso die camera. En als ik schiet... Wow! What the fuck spawnt hier? Oh fuck, ik heb een veiligheidscamera geactiveerd. Godverdomme, dit is heel kut. Oh, ga open! Ja, ga erin! Oh nee, ik was er zo bijna. Ik was zo close. Ga ik net op het einde dood. Het is echt een moeilijk stuk, jongens. Weer opnieuw. Hoeveelste poging is dit? Derde? En zoals jullie zien, telkens een andere techniek. Oké, dan maar via de linkerkant. Nog steeds onzichtbaar, maar zelfs die mensen spotten me dus. Of die merken me op als ik te dicht bij ze in de buurt kom. Dus daar moet ik ook voor oppassen. Wat? What the fuck? Ben ik nou alweer gespot? Wow. Ik word gewoon telkens gespot. Daar word je toch helemaal gek van. Jezus, ben ik weer zwaar gewond. Fucking vierde poging. Kijk hem staan. Ah, ik ben de king. Ja, yeah, hij is dood. Cool, man. Oh, oké. Okay. Welke techniek ga ik nu proberen? Ik ben weer onzichtbaar. Dat sowieso. Kijk, ik heb 3 markeringen, maar waar moet ik dan heen? En wie hoor ik een preek geven? Is het niet gewoon Sinclair die heel cool vertelt hoe die staal heeft doodgeschoten en dat alle Hellgas nu een nieuwe manier moeten zien te vinden om daarmee verder te gaan? Dit lijkt erop, dit doe ik goed. Maar nu. Oh jee, ben ik gewoon weer gespot, hè? Dat is zo kut, als je schiet dan is je stealth weg. F***.
Fucking hell, ik kan ook niet onzichtbaar meer worden. Dat moet weer herladen. Oké, dan maar op deze manier. Eventjes een paar mensen doodschieten. Dit lijkt pittig veel op de multiplayer en daarom heb ik daar nu echt ook heel veel zin in. Oké, op deze manier schakelen we een beetje alles uit. Kijk nou, wij voeren gewoon een dikke oorlog hier, terwijl Sinclair een preek aan het houden is. Oh, hoe vet is dat, jongen? Dat je wapen warm wordt en dat het rook gewoon uit die loop komt. Oké, dit lijkt er veel meer op. Oké, nu, waar moet ik heen? Ik schakel echt de meeste enemies uit hier, maar ik heb in ieder geval een sniper opgepakt. Dat was waarschijnlijk de bedoeling. Oh, wacht eens even, er begint een kwartje te vallen. We hebben een sniper opgepakt. We zijn Ego waarschijnlijk. Proberen we niet gewoon af te rekenen met Sinclair, die nu een preek zat te houden. Hoe vet zou dat zijn? Oh shit, ik ben echt bijna dood. Ik heb het idee dat dit oneindig terugspant, dus ik moet echt even nu zien te vinden waar ik heen moet. Oké, ik heb gevonden waar ik heen moet. Oké, die torret is om aan het schieten, maar hij doet me niks. Ik kan dit denk ik nu hacken, waardoor die uitgaat, of... Wat gebeurt er? Oh, nice. En nu hierheen, denk ik. We gaan maar gewoon naar de markering toe. Oh, hier moet ik niet heen, blijkbaar. Hier moet ik zijn, denk ik. Maar hoe kan ik hier onderkomen dan? Nou, dan maar zo, toch? Ik wilde hem knifen, maar dit is een stukje handiger. Hier moeten we zijn waarschijnlijk. In de laatste 30 seconden. Ik doe het echt net goed gewoon. Vizier aan. Zie je? What the fuck? Schiet hem neer. Ik wist het. Ik wist het. Toen ik die sniper oppakte, toen begon er echt gewoon een kwartje te vallen. Die gozer staat er gewoon een preek te geven en wij rekenen met hem af omdat hij ons heeft doodgeschoten. En daar is Ego echt super boos om. Daar staat hij. De flikker van de game. De meest domme neger die ik ooit heb meegemaakt in een game. Zie je? Voor Kellen. Ik wist het. Dit is wel echt een kippenvel einde dit. Dit is wel echt vet. Voor Kellen. Boom. Impact. Boom. Fucking vet einde. Alleen leg ik de link niet echt met hoe het nou precies afloopt en waarom het zo afloopt. Wat is er met het wapen gebeurt, wat is er met het verhaal gebeurt, hoe gaat dit aflopen, hoe gaat dit verder? Komt er een vervolgdeel? Er zijn heel veel vragen. Het is zeker weten een open einde. En wat ziet het er stijlvol uit, zeg. Ik heb echt respect voor Guerrilla Games. Een Nederlandse gamestudio die dit gewoon telkens weer op de kaart zet. Ik vind het echt prachtig. Voor een Nederlandse gamestudio vind ik het echt prachtig. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze serie. Het is de allereerste PS4 serie die ik heb afgerond nu. Ik hoop dat jullie het awesome vonden. Laat een like achter. Vergeet natuurlijk niet je mening achter te laten, want dat is wel even nodig op een ending part. Laat echt die like achter. En dan zie ik jullie terug in de eerste volgende video die ik maak, jongens. Ik vond het super awesome. En tot de volgende video. Later.